fuck is er zojuist gebeurd? De raket is geland, zoals je in de intro ook konden zien. Holy shit, Sam en ik hebben onze eigen perspectief. We gingen dus in een potje en we sprongen dus in de bus en we sprongen uiteindelijk uit de bus. Vervolgens zaten Sam en ik in de Rito. We wouden eerst daarheen gaan, maar we dachten van, laten we het eerst even naar Rito toe gaan, want misschien gebeurt het vaker. Maar nee, het gebeurde echt in één keer en gewoon niet weer. Dus we sprongen richting Rito, jongens. En we gingen naar een huisje toe. Vervolgens zaten we dus voor een tv'tje. Deden we even leuk, maar Sam's microfoon deed het niet. Hij stond uit, zoals jullie kunnen zien. Daar praat ik er ook even overheen. Maar Sam en ik gingen dus naar een huisje toe. We keken elkaar aan van, oh my god, wat zijn wij blij. We zitten in een potje hiervoor. En we hoopten het echt niet te gekild te worden. Daarom gingen we dus naar Rietel. Want we waren te bang om dood te gaan bij die raket zelf. Vervolgens liep ik naar een huisje bij Doggy House, noemen wij dat ook wel eens. Bij het hondenhok aan de zijkant. En ja, toen zaten we daar dus in en keken we naar een tv. Waar vervolgens draaiden we onze eventjes om. En vervolgens draaiden we naar de tv. Was de tv ineens zwart. En vervolgens hoorden we ineens een kabal van een gelaunchte raket die af werd gevuurd. Vervolgens liepen we dus naar buiten om te kijken wat in godsnaam aan de hand werd. En toen hebben we dus dit allemaal gezien wat je nu zo ziet. Holy shit, jongens. Wat is dit? Insane, gewoon. Echt insane. Wie dit niet heeft gezien, daarvoor hebben wij dit dus ook opgenomen. Dus bijvoorbeeld Dylan, die heeft net gemist omdat hij bij barbecue zat. Dus echt heel naar. Dit gebeurde echt maar één keer. Maar holy shit, jongens. Kijk even naar die raket. Hoe er allemaal gebeurt. Ook met die rode lichtjes, wat je waarschijnlijk ook nog gezien hebt. Wat je of nog te zien krijgt. Holy shit, jongens. Echt, what the fuck is hier allemaal gebeurd? Ik er dus echt met mond open gewoon. Wat gaat hier allemaal gebeuren? We zagen die raket vol de lucht in vliegen. Vervolgens nam Sam afstand, anders kon hij gewoon niet meer omhoog kijken. We hoorden ineens dat hij stil was. Je zag ineens een heel klein piepsterretje. We zaten er echt naar te kijken. Sam zat heel geconcentreerd in te zoomen erop. Vervolgens balden we eigenlijk wel dat we niet bij de raket zelf daar waren. Maar deze perspectief van ons is ook zo nice, jongen. Kijk, hier zie je ineens dat er een ster is of zo. En vervolgens valt het naar beneden met vier rode lichtjes. En in één keer... ontploft het ergens daar in de grond. Het ontploft eigenlijk niet. Het ging vol in een portal. Dat je hier weer uitkwam. Zoals je daar kon zien. Sam heeft het opgenomen. Helaas heb ik dat niet van mijn perspectief. Holy shit, jongens. Vervolgens knalt hij daar weer neer. Om in een portal te komen. En dan het laatste portal kwam hij eruit. En knalde hij vol in de lucht. En er zit nu nog steeds een enorme barst in de lucht van Fortnite. Holy shit. Wat is er in godsnaam allemaal gebeurd? Weten jullie wat hier verder mee inkomt? Alsjeblieft zeg het in de comments. Wat denk jij wat hiervan gaat worden? Wij vonden het in ieder geval super dope om dit te zien. Waarschijnlijk krijg je nog een paar cinematics te zien. Van de replay royale, laat ik het zo zeggen. En holy shit, jongens. Dan wil ik je hierbij nog super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Smash het duimpje even omhoog. En holy shit, jongens. Er komen harde video's aan, jongens. Echt waar. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En ik zie jullie in de volgende video/livestream, jongens. Laters.